Wij vervolgen deze aflevering met Alan Fonkel van de Youth Advisory Group of de UNFPA. Gisteren was Wereldpopulatiedag en hij is hier namens de organisatie om een activiteit aan te kondigen. Goedemorgen en welkom bij ons in Mantentaki. Ja, goedemorgen. Ik ben Alan Fonkel, vice-president van de Youth Advisory Group of de UNFPA Suriname. En zoals u zo net aangaf, ben ik vandaag hier om onze boodschap met u te delen. Ja, en wat is deze boodschap? Ja, gisteren 11 juli was World Population Day. Ja, en a day this, dus de, deze dag, hebben we sinds is gestart. Dus is gestart met dit, deze dag sinds 11 juli 1987. Ja. En toen hadden we een wereldpopulatie van 5 biljoen. Ja. Ja, dus daarom zijn we hiermee gestart. Op deze dag zijn we echt gefocust op de problemen van de populatie. Jawel. Ja, oké. En nu is de wereldpopulatie op ruim 7 miljard mensen. Maar de focus van die activiteit van jullie is meer op Suriname. Want in ons vorige gesprek heeft u aangegeven dat de ma nanga pa omekip ching de umu plan asandati. Ja toch? Jawel. En leg uit. Ja, en dat we elkaar family planning. Mm-hmm. Ja, family planning is zeer belangrijk. Want wij van de Youth Advisory Group of de UNFPA willen graag dat elke zwangerschap een gewenste zwangerschap is. Ja, en we willen graag dat een ieder aan family planning doet. Want family planning is belangrijk. Door family planning kan je ervoor zorgen, armoede voorkomen bedoel ik. Ja, je kan door family planning ervoor zorgen dat er geen vertraging is. De jongen in onverwaarloosde de jongen. Dus dat is ook zeer belangrijk. Vandaar dat we graag willen dat een ieder aan family planning doet. En jullie hebben een activiteit die speciaal gericht is op family planning. Wanneer starten jullie met deze activiteit? We zijn sinds gisteren gestart daarmee. Door de pandemie kunnen we ons niet echt focussen op fysieke activiteiten. Dus zijn we erg bezig op sociale media. Op Facebook bijvoorbeeld, op onze jachtpage. Ja. En hoe kunnen geïnteresseerden meedoen aan deze activiteit? Ja, om mee te doen aan onze activiteiten moet u graag onze Facebookpagina volgen. Mm-hmm. Jawel. Ja. Wat is het thema dit jaar? Het thema van dit jaar is dat rechten en keuzes het antwoord zijn. Dus de rechten naar de keuze naar dat na antwoord. Ja. Fawet tago mit jongwang voor giding a kennis over family planning. Want we weten dat Suriname te kampen heeft met tienerzwangerschap. Ja, hoe bereiken jullie jongeren om zich goed te focussen als ze ready zijn om mama of papa te worden? We bereiken de jongeren door naar scholen te gaan, om onze trainingen daar te verzorgen. We bereiken jongeren ook door social media. Vandaar dat ik zo net aangaf dat het goed zou zijn om onze page op Facebook te volgen. We hadden ook een TikTok challenge. We gaan ook naar kindertehuizen om trainingen daar te verzorgen. Onze SRE short trainingen. Ja, dit is onze manier om de jongeren te bereiken. Ja, en wat zeggen jullie aan deze jongeren? We willen graag dat jullie aan family planning doen. Goed nadenken voordat jullie met kinderen beginnen. Dus om te plannen. In plan, ote yo bigi kisi ching, zodat ik kies het op een juiste juru. Want uwantak alla ching sa je kisi. Dus alla zwangerschap, de wat gewenste zwangerschap. Ja, en we willen graag dat alle jongeren hun volle potentie bereiken. Want dat in mijn bereik een volle potentie voor jou, ja, zo tap groot tap ook toe. En dat kan, if vertraging nog komt. Ja. Jawel. En ook toen werd dat ook voor gebruik voor behoedsmiddelen.
Jawel, dat valt ons onder ons mandaat, SRE Shore. En een van de instanties die zich daarbij bezighouden is Stichting Lobby. En wij ook. We geven voorbeelden en trainingen wanneer we op de scholen gaan, zodat die jongeren ook precies weten hoe ze in bepaalde situaties moeten handelen. Jawel. Ja, tot slot, uw organisatie praat veel met jongeren. Wat zijn volgens hun de uitdagingen die ze meemaken? De speciaal op dit stuk. Want hoe kan tegen de jongen, want dat hij gebruikt een condoom, hij gebruikt de pil, hij plan voor zich met een ding. Maar je moet want toe uitdagingen tapa in Aladdin Libby. Zijn de uitdagingen zal de jongen die zich tegen een organisatie? Als ik een antwoord op de vraag heb, dan kan ik even focussen op de statistieken. En uit de statistieken is het duidelijk dat jongeren in gebieden zoals Sipaliwini, Brokopondo en Marowijne veel meer te kampen hebben met tienerzwangerschappen bijvoorbeeld. Dat ben je Shimoro voor tienerzwangerschap. Elk jaar zie je jongeren van 11 jaar die tienermoeders worden. Dus dat betekent dat ze op hun 10e al actief waren. En elk jaar zie je weer jongeren van 17 die al 3 kinderen hebben. Ja. In die gebieden? Niet alleen in die gebieden, ook in de stad. Ja. Maar meer in die gebieden. En één probleem is dat er meestal dat we de nodige middelen meestal niet krijgen om trainingen te gaan verzorgen in die gebieden. De Youth Advisory Group. Jawel. Middelen krijgen. Jawel, zodat ook je de training in het binnenland ook toe. Want in foto was me op recht op bepaalde trainingen, bepaalde diensten. Toch? Dat nou af de belangrijkste. Dus de SRE Short diensten, Sustainable Reproductive Health, Sexual Reproductive Health and Rights diensten, om de alasma. En om maar bereik alles maar voor je de boodschap, je de trainingen, ze de app van nodig. En de middelen moeten er ook toe. De middelen moeten er zijn voor ieder, niet alleen hier in de stad. Ja, bijvoorbeeld, als je een bepaald middel hebt, met bijvoorbeeld de pil, toch? Ja. Dat alles maar eigenlijk ook hetzelfde fasie. Ziet u? En dat is de reden waarom er soms mijn dames zijn die niet daarvoor kiezen, maar er zijn verschillende aan een soort nomade. If adem mogelijk voor fijn drie soort ja zo in foto, dan moet het ook zo zijn in het binnenland. Klopt. Ja. Ja. Maar staan ze wel open voor boosmiddelen te gebruiken? Als ze de nodige informatie krijgen, de nodige informatie, de trainingen, denk ik wel dat ze open zullen staan daarvoor. Door de open datie, als ik het zo mag zeggen. Ja, we gaan afsluiten. Wat heeft u tot slot nog te zeggen aan de jongeren? Ik wil graag dat alle jongeren zich dat alle jongeren doen aan family planning. Want dat alle jongeren doen aan family planning. Toch zodat ik kan plannen. Ote yo bigi kisi ching, zodat ik kies ching a juiste juru. Pe te isap tak ima sorgu a ching. Weet je, zodat je studie niet achteruit gaat. Zodat achteruit gaan no ko in je libi ook toe. Ja, dat na Abu Safsami Abi. Ja, heeft u alles kunnen zeggen? Wilt u nog wat zeggen tot slot? Wat ik nog wilde zeggen, ik wilde graag zeggen dat men nu niet alleen op de pandemie moet focussen. Snapt u? De non-focus is op COVID, want er zijn ook andere problemen. Tienerzwangerschap is ook een groot probleem nu. Ja. Ziet u? En ik vind dat ze ook daarop moeten focussen. Armoede is ook een groot probleem nu. Ik vind graag dat men ook op deze andere problemen moet focussen. Niet alleen op de pandemie, niet alleen op COVID, snapt u? Ja, dat was Alan Fonkel. En ik denk dat de beleidsmakers, Arkia Jongman, die zien. En via een organisatie, waar mijn kinderen sterk voor zorgen dat Jongman nooit meer ching lolo fasi. Want een probleem is big bana in wie konden. En hij legt ook toe uit dat een Youth Advisory Group op money van nodig voor Gide Jongwang a kennis naar de informatie van de kan stellen schrift op.
voor ding, no emitting, lolo, fasie zomaar. Misschien gaat hij wenk me even, dan gaan we afsluiten met uw laatste opmerking. Jawel, dus, mino abe specifiek om money, maar a ondersteuning, if me katake zo, a ondersteuning voor goed op bepaalde gebieden. Ja, maar zodat dapereka, money de van nodig. Jawel, maar zodat dapereka kisa a nodige kennis ook toe. Tak de diensten die gie alles, want dat nou af de belangrijkste zijn. De diensten moeten zijn voor ieder. Niet alleen voor mensen in, het, in de stad, maar voor ieder moeten de diensten toegankelijk zijn. Want ik zie bijvoorbeeld door de pandemie, toch, de lockdown, dat je bijvoorbeeld naar stichting lobby, niet makkelijk naar stichting lobby kan gaan. Dus de diensten zijn beperkt. Snapt u? Ja, ja. Ja. Oké, okay. Dankjewel Alan Vonkel en succes met jullie activiteit en de kennis die jullie aan jongeren willen overbrengen.